De komst van de noodopvang in Druten zorgt voor spanningen in de buurt. De rechter moet nu bepalen of de vluchtelingen welkom zijn. De noodopvang aan de Scharenburg in Druten is inmiddels zo goed als klaar. Over 2 weken zouden de eerste vluchtelingen hierin moeten trekken. Toch is de doorgang hiervan op het laatste moment onzeker geworden. Omwonenden hebben een zaak aangespannen die afgelopen woensdag diende in de Arnhemse rechtbank. Ze zijn bang dat de opvang ten koste gaat van hun privacy. Nog 2 weken en dan moeten er 100 asielzoekers hun intrek nemen in de noodopvang op de Scharenburg in Druten. Buurbewoners hebben daar een stokje voor gestoken en zijn naar de rechter gestapt. Ze willen dat de bouw wordt stilgelegd. Buurbewoners zijn bang voor overlast. Ook zou een aggregaat dat bij de noodopvang komt voor geluidsoverlast zorgen en hebben verschillende bewoners problemen met de voetgangersbrug waarover de asielzoekers naar het centrum van Druten kunnen lopen. Dit zou de privacy van sommige buurbewoners in het geding brengen. Toch zijn er ook buurbewoners die er wel voor openstaan. Volgens hen moeten deze asielzoekers ook een plekje hebben om te kunnen wonen. Nu is dat dus tijdelijk aan de Scharenburg in Druten. Deze noodopvang staat voor 2 jaar gepland. Bewoners hopen dan ook dat het niet langer gaat duren. De buurtbewoners hebben bezwaar aangetekend tegen de vergunning voor de bouw die door de gemeente verleend is. Dat bezwaar wordt binnenkort behandeld. Tot die tijd is de vergunning nog niet definitief. Het COA is al wel begonnen met bouwen op eigen risico. Locatiemanager van het COA, Esther van Duren, vertelt aan de Gelderlander dat er een klankbordgroep is die vragen kon stellen over dit project. Volgens Van Duren waren sommige antwoorden misschien niet naar wens. Bewoners konden ook informatie opvragen bij het COA. Dat hebben ze niet gedaan. De rechter doet normaal gesproken na 2 weken uitspraak. In dit geval zal dat op 24 april zijn. Precies 1 dag voor de ingebruikname van de noodopvang. Omdat dit te kort dag is, wordt er geprobeerd deze uitspraak te vervroegen. En dan een woningproject in de Waalsprong. De bouw van Homestead Nijmegen is begonnen. Alle aanstaande bewoners waren uitgenodigd op de plek waar de 77 woningen gaan komen. Samen met de wethouder werd er symbolisch aan de bouw begonnen en zorgde er ook nog eens een keer dat er een feestje was. Homestead wordt gerealiseerd door Van Wonen in samenwerking met BPD Gebiedsontwikkeling en Jansen de Jong Bouw. Het diverse project ligt op een geschikte locatie die ook nog eens goed bij de stad Nijmegen past. Dat wil zeggen hele verschillende woningtypes van 2-, 3-, 4-laagse woningen, maar ook appartementen. Dus eigenlijk een heel divers project. De locatie is bijzonder omdat het dichtbij het winkelcentrum is gelegen, het nieuwe winkelcentrum Hart van de Waalsprong, maar tegelijkertijd eigenlijk midden in de natuur. Daarnaast is de binnenstad van Nijmegen op fietsafstand gelegen, dus eigenlijk alle mooie aspecten bij elkaar een schitterende locatie. En dit voorziet ook echt een behoefte aan mensen die dus graag toch ruim willen wonen aan de rand van de stad, dicht bij het groen. En de combinatie van huizen en appartementen maakt ook dat er een mooie combinatie is van verschillende type mensen die ook in verschillende fasen van hun leven zitten. Dus ik denk dat dit ook echt iets toevoegt aan de woningbehoefte in Nijmegen. De Nijmeegse chipmaker Nyxperia is gehackt. Het bedrijf is bekend van de computerchips die onder meer in telefoons, stofzuigers en auto's zitten. Het gaat om een relatief nieuwe groep cybercriminelen. Nyxperia bevestigt dat het afgelopen maand is gehackt, maar wil verder nog niets zeggen omdat het onderzoek naar de hack nog in volle gang is. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Honderden gigabytes aan belangrijke gegevens zouden zijn gehackt, zoals klantgegevens van onder andere SpaceX, Apple en Huawei. Volgend weekend rijden er 3 dagen lang geen treinen tussen Arnhem en Nijmegen. Er vindt dan een spoedreparatie plaats, nadat er recent bij station Arnhem-Zuid scheuren zijn gevonden in ondersteunende betonblokken. Treinen rijden momenteel al langzaam op dit traject. Dit zal zo blijven tot de werkzaamheden klaar zijn. Van vrijdag 19 tot en met zondag 21 april rijden er geen treinen tussen beide steden. Op de zondagochtend is er tijdelijk zelfs helemaal geen treinverkeer mogelijk van en naar Nijmegen. Er worden bussen ingezet, hoewel de NS meldt dat de inzet beperkt zal zijn. 2 mannen die werden verdacht van betrokkenheid bij een vechtpartij op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen zijn deze donderdag vrijgesproken. Het opstootje speelde vorig jaar zomer op een introductiemarkt voor nieuwe studenten. Voor het eerst was daar ook een kraampje van de rechtsnationalistische studentenvereniging GNSV. Na een woordenwisseling werden 3 studenten van GNSV verwond. De officier van justitie eiste werkstraffen en een boete tegen de 2 verdachten. Maar de rechter gaf aan dat er te weinig bewijs is tegen de verdachten en sprak ze daarom vrij. Het Openbaar Ministerie heeft 2 weken de tijd om in hoger beroep te gaan. Supermarkt Co-op verdwijnt uit de Nijmeegse Molenstraat. Het filiaal wordt naar verluid gesloten wegens onvoldoende toekomstperspectief. In 2021 werd de winkel nog omgetoverd tot Co-op Vandaag, een formule gericht op snelle boodschappen. Eind mei moet de supermarkt het pand leeg opleveren. Wat er daarna op dit adres komt is nog niet bekend volgens eigenaar Ton Hendricks. Het is wel uitgesloten dat de supermarkt Plus de zaak overneemt, zoals dit momenteel met veel Co-op filialen gebeurt. Ja, er is in Wijchen door de jaren heen veel veranderd. Maar één ding bleef altijd hetzelfde. Café De Teersdijk. Vroeger was het ouderwets, nu is het vintage. Maar velen zeggen vooral het gevoel te hebben dat ze bij opa en oma op bezoek komen. Toch zal dit nostalgische gevoel binnenkort verdwijnen. Want per 1 juli zal het café na precies 91 jaar de deuren sluiten. 1 juli 1933 was de opening van het café, dat 3 jaar eerder volledig was afgebrand. Op exact deze dag, 91 jaar later, gaat het café in de verkoop. Een plek met een rijke geschiedenis. Het is de 3e generatie Jansen en daarvoor stamt het af van de tweede moeder van mijn vader. Maar sinds 1701 moet hier horeca zitten, volgens de gegevens. Het staat nog niet in de verkoop, maar we hebben al wel verschillende reacties gekregen. Eventueel mensen die het eventueel willen huren of kopen. Dus daar gaan we de komende tijd mee in gesprek en dan zullen we zien waar het terecht komt. Ja. Wij weten dat we kunnen stoppen. We hebben geen opvolger. Onze oudste zoon zit in de journalistiek. Heeft geen interesse, heeft daar zijn draai gevonden. Onze jongste zoon is verstandelijk beperkt, dus dat gaat ook helaas niet. Nu is de vraag wat het echtpaar gaat doen. Momenteel willen ze gaan genieten van hun vrije tijd en kijken wat er verder nog op hun pad komt. Wel benadrukken ze met plezier gewerkt te hebben in het café. En soms natuurlijk ook niet met plezier. Het is niet altijd even leuk. Maar elke dag is anders. En je staat 's morgens weer om 11 uur en je weet gewoon niet wat er komt die hele dag. De familie Jansen zou zelf het liefste zien dat het pand behouden blijft en er horeca in blijft zitten. Café De Teersdijk dankt haar naam aan de omgeving waarin het café zich bevindt. Hier aan de overkant waar nu de Berendonk is, daar ligt allemaal lager als dat het hier ligt. Dat was vroeger een moerasgebied en dat heette De Teers. Dus daar schreef je nog met SCH, de oude spelling. En daar lag vroeger was dat een moerasgebied en toen hebben ze door de moeras een dijk gelegd. Dus een dijk in die Teers en zodoende is de naam Teersdijk ontstaan. Muziekliefhebbers die van koren houden mogen het volgende zeker niet missen. Volgend weekend vindt het traditionele Concerto Primavera van Harmonie Hatelt weer plaats. Maar deze keer heeft het optreden een bijzonder randje. Het Hateltse gezelschap slaat namelijk de handen ineen met het Amusementskoor Surprise uit Ewijk. De koren zullen ook enkele nummers gezamenlijk uitvoeren, dus daar wordt volop voor gerepeteerd. We hebben het hier over Concerto Primavera 2024, of het voorjaarsconcert willen ze ook wel eens zeggen. En ieder jaar hebben wij dat concert en ieder jaar proberen wij andere gasten erbij te hebben. En dit jaar hebben we dus gekozen voor een amusementskoor, in dit geval uit Ewijk. Harmonie Orkest Hatert en Amusementskoor Surprise uit Ewijk hebben afgelopen donderdag hun generale repetitie gehad. We hebben 1 keer hiervoor geoefend met de harmonie en dat ging eigenlijk al supergoed. En vanavond hebben we nog een keer een doorloop gedaan en ik mag zeggen, het laatste lied was echt super om te horen. Ik moet zeggen, we hebben afgelopen dinsdag eerste repetitie gehad. Dat was puzzelen. Het moet aan elkaar aansluiten allemaal, het moet niet te hard, niet te zacht, noem maar op. Maar ik heb er nu een goed gevoel bij. En we hebben nog een halve repetitie. De nummers zitten er goed in. En nu is het even een kwestie om de boel gelijk te krijgen. Dus echt keurig netjes onder elkaar te krijgen. Het koor is heel duidelijk gewend aan een eigen dirigent. Het orkest is heel duidelijk gewend aan een eigen dirigent. En het is voor zowel koor als orkest wennen. En ook veel op het gehoor doen. Weet je wel? Ik heb zoiets van, joh, laat de muziekpartij even los. En speel op je gevoel en kijk gewoon naar de dirigent en dan komt het wel goed. Er wordt hard gerepeteerd voor het concert volgende week zaterdag. het concert is van zeer uitwisselende aard. We hebben popmuziek, we hebben film musicalmuziek, we hebben een echt Hava-arrangement. We hebben echt hele mooie gedragen muziek, maar we hebben ook swing. We geven allerlei uptempo nummers en dat kunnen we daar dan ook ten gehore gaan brengen. Het nummer wat we samen nu ook doen, dat is eigenlijk het mooiste nummer wat we doen. Om maar iets te noemen bijvoorbeeld, een hele mooie medley van Theo Jetten van Ramzi Shaffi. Dus 4 songs van Ramzi Shaffi. Nou, dat is zo mooi geschreven, dat zal zo mooi klinken. En dat zou graag zien dat mensen dat komen beluisteren. Na een succesvolle eerste editie keert dit weekend de Numaga Tattoo Convention terug in de Nijmeegse Stevenskerk. In 3 dagen laten 100 nationale en internationale tattoo-artiesten hun tattoo-kunsten zien aan het publiek. Vrijdagmiddag werd de conventie geopend. De conventie trok gelijk al een flink aantal bezoekers aan. Mensen stonden in een rij te wachten tot de deuren openden. Ook verschillende tattoo-artists hadden er zin in. The thing I love about tattoo conventions is that you get a whole lot of groups of different people who specialize in different things, and so you have traditional, American traditional, some Japanese. I'm doing the traditional Polynesian and Maori designs from the South Pacific, and so most of my stuff I draw on freehand. Yeah. Elke tattoo artist heeft een verschillende stijl. Hiermee onderscheiden ze zichzelf van anderen. Ik doe vooral traditioneel Japanse stijl. Dus daar ben ik in gespecialiseerd, dat is hetgeen ik het meeste doe. Vroeger de oude punk zien. Dus lekker rebellig en natuurlijk gewoon kunst. Ja, kunst maken, een beetje rebellion. De conventie ontvangt veel positieve geluiden. This place is incredible. I love the venue. This is the second time I've been here. And I have to say I'm really impressed with the way it's going. Je ontmoet ook veel mensen. Je kan het overal doen. Je moet niet thuis blijven of in je zak blijven om dat te doen. Artiesten geven aan verschillende hoogtepunten te hebben gehad tot dusver in hun carrière. Sowieso, als je je hart en ziel erin gooit is het allemaal mooi, maar ik denk natuurlijk gewoon de grote bodysuits die op dit moment lopen allemaal of die af zijn. I mean, I had a guy come and ask me for his full body before in one style, and so that was the most difficult for me really, to get something that flows symmetrically on something that's not inherently symmetrical is a challenge, and for me that's what I enjoy, is the challenge of it. Ik doe niets en ik ben er heel tevreden van, maar als ik dat na 3 maanden terug bekijk, zie ik allemaal dingen dat beter kunnen. Dus meestal is dat mijn laatste tattoo gewoon, maar dan na een tijdje zie ik altijd dingen dat er beter aan kunnen. Vorig jaar was de eerste keer dat ik hier was, maar dat was heel goed meegevallen. Lekker beginnen, een mooi weekend van maken. Ja, er staat wederom een heerlijke lenteweekend voor de deur. Morgen wordt daarbij de beste dag al gehaald. Het blijft droog en de zon is volop aanwezig, afwisselend met wat lichte bewolking. En het kwik loopt daarbij op tot een aangename 23 graden. Ook zondag hebben we nog een zonnig en droog weerbeeld, maar de temperatuur levert dan flink in. De wind draait naar het noorden, waarmee het niet warmer wordt dan een graad of 14. Vanaf maandag wordt het weer sterk wisselvallig met veel buien en bij 12 graden is de temperatuur van dit weekend alweer gehalveerd. En tot zover het RN7 regionieuws van vrijdag 12 april. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe NEC-update, maar daarin nieuws van trainer Rogier Meijer, want hij blijft nog een seizoen trainer van de Nijmeegse club. Maandag zijn we weer bij je terug. Dan een reportage vanuit Mook en Middelaar. Want daar staat dit weekend geheel in teken van de 450 jaar slag op de Mokerheide. Een verslag daarvan zie je dus maandag in het regionieuws. En ik zeg voor nu een heel fijn weekend. Tot dan!